En rijstboeren in Nikeri hebben nog geen brandstofcompensatie ontvangen van het ministerie van LVV. Dat zegt de voorzitter van de Surinaamse Paddyboerenassociatie, Harry Nanden Umrouw, omdat de brandstofprijzen als gevolg van de unificatiekoers zijn gestegen. Gaat minister Pralat Soudin de boeren een ontheffing van 1 Surinaamse dollar per liter geven. Daarnaast krijgen de boeren ook een korting van 50 cent op de government take. Deze ontheffingen en kortingen zijn echter nog niet uitbetaald, zegt Umrouw. Er is wel een beloofd door de regering, maar we hebben nog niks gehad. Ik heb laatst met de minister hierover gesproken, maar niet zo duidelijk, want we hadden een heel korte tijd. Want ik was in Paramaribo en u weet, 7 uur moet je weer in Nikeri zijn. Dus heel kort gesproken. Daarover heb ik nog geen concrete antwoord van de minister. Wanneer gaan ze terugbetalen, dat weet ik nog niet. Maar er is wel formulieren ingevuld en geleverd aan het ministerie van LVV. Dat zij gaat ons 1 SRD 50 cent per liter teruggeven. Want wij van de SBWA hadden gevraagd met de president en de minister van Financiën het hele government take terug te geven aan de rijstboeren. Maar ze hebben het ons geweigerd. Om in aanmerking te komen voor deze compensaties moeten de boeren een belastingformulier invullen. Veel boeren hebben dat echter niet gedaan, zegt Umrouw. Maar wat ik vernomen heb, dat veel de boeren hebben de formulier niet ingevuld, maar ze zijn bang voor de belastingen. Dus kijk, ik heb die formulieren hier. Ze zijn bang voor de belastingen, want ik heb ze uitgelegd. Jullie hoeven niet bang te zijn. Zelfs ik heb dat ding voor veel van de boeren ingevuld. En kijk, de formulieren zijn, ik heb een paar hier. Ik had een hele boel, maar ik heb, kijk hier. De boeren zijn bang voor de belastingen. Ik weet niet, ik heb ze uitgelegd, je hoeft niet bang te zijn, want iedereen, als je verdient, dan moet je belasting betalen. Als je niet verdient, vul je formulier heel netjes leveren. Dan ga je niet betalen, toch? En dat was dus Harry Nanden Umrouw. Hij is voorzitter van de Surinaamse Paddyboerenassociatie. De boeren hebben hun brandstofcompensatie en kortingen nog niet uitbetaald gekregen. Het gaat hierbij om enkele miljoenen Surinaamse dollars.